kijkt naar aflevering 29 van De Muzen. Pieter Verdonschot is kunstschilder. En, om hem met de deur in huis te vallen, hij is wellicht een van de, zo niet het grootste schildertalent dat Nijmegen rijk is. Niet voor niets dat iemand als Nederlands belangrijkste componist Louis Andriessen collectioneur is van werk van Verdonschot. En hij is niet de enige. In januari is van Pieter een grote expositie te zien in de voormalige showroom van Van der Stad aan de Winselingseweg 16 in Nijmegen. Dat deze tentoonstelling samenvalt met het 25-jarig schildersjubileum van de kunstenaar in 2010 is toeval. De Muzen vindt het samenvallen van deze twee wapenfeiten echter uitstekende aanleiding de gehele uitzending te wijden aan het portret van dit bijzondere Nijmeegse talent. Daartoe zochten wij Verdonschot op een zomerse en zonnige dag in juli afgelopen jaar op in zijn atelier in Beek-Ubbergen, waar hij al jaren woont en werkt. Het interview vond plaats in de tuin bij het atelier, waar het ruisen van de wind bij tijd en wijle voor aangename achtergrondmuziek zorgde. Ook waren we aanwezig bij zowel de inrichting als de opening van de expositie in de Van der Stad Showroom. De Muzen stelt u voor aan Pieter Verdonschot, kunstschilder. Ik ben in november 84 beginnen met tekenen en ik ben in november 85, na een jaar lang getekend hebben, elke dag minstens één tekening te hebben gemaakt, dat ik van nu ga schilderen. Dus en heb je dat tekenen gedaan ter voorbereiding op het schilderen? Ja. Dus je wist al wel dat je ging schilderen? Ja, dat wist ik al een paar jaar. Dus je hebt een paar jaar gewacht voordat je eraan begon? Ja. Had dat een speciale reden? Dat had onder andere te maken met het feit dat je zo ontzettend veel, dat is ook overdreven, maar door de geschiedenis wandelend zie je zo ontzettend veel meesterwerken van geweldig goede schilders, dat je denkt van wat moet ik daar aan toevoegen. Dat is een soort podiumangst? Nee, niet zozeer podiumangst, ja goed als je het zo noemt. Maar meer van heb ik genoeg talent om zelf goede dingen te maken. En je gaat niet zomaar schilderen. Tenminste, ik ben niet iemand die vanuit hobbyisme dat is gaan doen. Maar ik dacht van, ik moet daar van kunnen leven. Dus het moet goed zijn. Even voor de statistiek in 1984. Hoe oud ben je dan? Ik ben nu 52. Ja. Dus dan moeten we even snel rekenen. Dan ben je in 84. 20 was ik toen ik daadwerkelijk begon te schilderen. Wat op zich toch ook al. Had je een opleiding? Niet een schilderen. Ik heb 2,5 maand ongeveer op de avondacademie gezeten in Leeuwarden. Vredeman de Vries. Welk jaar was dat? 83, ja. Dus ook weer even dus voor de statistieken. Pas als 27-jarige komt voor jou het besluit om je op schilderen en tekenen te gaan richten. Dat klopt. Wat was er gebeurd dat jou, ik zal maar zeggen, dit pad opdreef? Ik heb heel veel dingen gedaan. En niks kon me eigenlijk bekoren. Het laatste wat ik gedaan heb, was veel toneel. Aan de AVEC in Leeuwarden, Academie voor Expressie en Communicatie. Daar deed ik toneel. Maar samenwerken met andere mensen gaat me moeilijk af. Als ik zelf een goed idee heb, dan wil ik dat doorgedreven. Dan wil ik dat verwezenlijkt zien. Dus je wat? En als je veel compromissen, met toneel moet je compromissen maken. En ik hoor dan jaren van niet alleen tantes en ooms, maar van leraren en noem maar op. Van iedereen van, je moet naar de kunstacademie, je moet gaan schilderen. Dus uiteindelijk dacht ik van, nou, laat ik het eens proberen dan. En toen heb ik mezelf 5 jaar de tijd gegeven om er iets van te maken. En ik dacht van, als het in 5 jaar niet lukt, dan hou ik daar weer mee op. Maar even, een belangrijke drijfveer was dus van, dat je zocht naar een mogelijkheid om je artistiek te uiten, maar dan op individueel niveau. Ja, dat klopt. Waren er toen schilders, of was er een ontwikkeling in de beeldende kunst
die jou daar heel erg ook in stimuleerde om die kant op te gaan? Want je had bijvoorbeeld ook dichter kunnen worden. Nou, ik heb al wat gedichten geschreven, zoals 90% van de jongeren, denk ik. Maar twee hele grote voorbeelden, of één een stroming en de andere Van Gogh vond ik heel goed en ik hield heel erg van de popart. Het zijn op zich twee heel verschillende. Ja. Maar, en naast de popart, nou, er zijn zo ontzettend veel stromingen. Of elke stroming heeft hele goede schilders voortgebracht. En ja, een goed schilderij is een goed schilderij. Of het nu van bloemen is, of een landschap, of naakt, of abstract. Of... Ja, dat zie je ook wel in jouw werk, denk ik. Dat het heel divers is. Daar kunnen we het misschien zo nog even over hebben. Die popart, als je daarover hebt, heb je dan over Andy Warhol of over Rauschenberg? Of, Ja, over die twee, Roy Lichtenstein. En goed, Woody van Amen vind ik. Ik weet niet of hij nog leeft, volgens mij leeft hij nog, ja. Die vind ik goed. Assenbergs, die Nijmegenaar, die vond ik goed. Ik geloof dat hij zo heet. Die zeer jong is overleden. Ja. En, nou ja... de Kitai vind ik heel goed. De Amerikaan, geloof ik dat het is. Die had bevriend geweest met Hockney, die ik heel goed vind. Al weet ik niet of je dat onder de popart kunt verstaan. Weet je nog waar die interesse wel door kwam? Ik bedoel, je was dus al heel erg geïnteresseerd in die beeldende kunst. Je voelsprieten stonden al die richting uit. Hoe is dat zo ontstaan? Kom je bijvoorbeeld uit een kunstzinnige familie? Achteraf gezien wel. Kijkende wat mijn broers en zussen allemaal doen. Maar destijds helemaal niet. Maar mijn vader heeft me tekeningen geleerd. Die liet me Van Gogh zien. Later, een van mijn eerste vriendinnetjes, de vader ervan, was kunstschilder. Dus ik kwam regelmatig op zijn atelier. Dus toen begon het wel aan te spelen. Ja. Maar wat me eigenlijk opvalt is, ik hoor jou niet zeggen dat je bijvoorbeeld als kind veel tekende. Was altijd aan het tekenen, ja. Ja. Altijd. Dus in die zin zat het er al wel veel langer in dan dat pas die knaap van 27 ineens in de beeldende kunst terecht. Nou ja, ik kwam niet uit het milieu waar dat je schilder wordt of kunstenaar. Nee. Eerder huisschilder dan kunstschilder. Ja. Want wat deed je vader? Mijn vader was tuinman. Ja. En broers en zussen? Er is er geen enkele tuinman van geworden, als je dat bedoelt. Nee. Nee, ik heb 5 broers en 4 zussen. Zo. Groot katholieke zin. Tekenaar heb je natuurlijk toch een andere techniek dan bij het schilderen. Ja, het is allemaal korter en dichter op je huid. Ja. Dus die techniek moest jij proefondervindelijk jezelf eigen maken? Ja, iedereen hè. Ja, dus, ja oké, okay, maar jij deed het niet in de vorm van een opleiding waarbij je uitgebreid uitgelegd werd hoe je bepaalde technieken kon toepassen. Nee, zelf geleerd, ja. En... ook daarom heb ik getekend. Tekenen deed ik eigenlijk hetzelfde als ik eigenlijk mijn hele leven heb. Op mijn hele leven, zolang ik geschilderd heb. Heel veel verschillende dingen, dus heel veel verschillende technieken. En de eerste jaren heb ik ook, wat ik al zei, van ik dacht mezelf 5 jaar te geven. Om dan te zien of ik goed genoeg kon schilderen om daar mijn brood mee te gaan verdienen.
Dus ik heb ontzettend veel verschillende dingen gemaakt. Van heel abstract tot portretten en landschappen, stillevens. Gewoon om al die technieken, verschillende technieken onder de knie te krijgen. Ja, ja. En ik vond als ik een schilderij wil maken, ik zie een plaatje voor me, hè, dus een geestesoog, dan wil ik dat ook kunnen maken. Dus ik wil niet vastgebakken zitten aan één kuntje of zo. Je hebt natuurlijk wel schilders, ik weet 1, 2, 3 niet, een heel goed voorbeeld. Misschien iemand als Kandinsky of zo, waarvan je zou kunnen zeggen, dat zijn... Die denken helemaal puur louter en alleen vanuit het schilderen. Van de... Nu, al jaren, ja. Ja. Dus dat is wel een verandering in jouw aanpak. Ja. Ja, ik zet ook nooit een schets op, doe ik nooit. Ook niet, ook niet bij figuren of zo. Ik doe dat meteen schilderend. Ik zag net wel in jouw schilderij met die kleine vlakjes, dat je wel die vlakjes er al wel op het doek hebt gezet. Nee. Nee, dat is een verkeerde veronderstelling, want dat doek begin ik ook gewoon met ergens een kleurvlakje. Ja. En dan ga ik het doek over, steeds andere kleur, en later komt het bij elkaar. Maar dat doek waar ik nu onderhand mee bezig ben, waar dat je die lijntjes allemaal ziet, ik dacht op een bepaald moment van, ik wil een paar grote stukken wit laten. Nou, dat wit vond ik te weinig. Toen dacht ik van, is het mooiste dat er rasterwerk overeen komt, over dat wit. He? Dezelfde vormen als ik een kleurvlakje heb gezet. Maar toen ik dat gedaan had, na een paar weken dacht ik van, nee, dit is ook niks. Ik ga het invullen. En ik vind het niet erg dat dus de kleurvlakjes nu allemaal precies langs die lijntjes komen. Dat vind ik een mooie verandering in het doek. Maar ik heb niet van tevoren... het opgezet. Even over die manier van werken. Het is een hele arbeidsintensieve manier van schilderen. Deze wel, ja. Ja, waar ik dus nu, sinds de laatste 2 jaar, voornamelijk mee bezig ben, dat is nogal arbeidsintensief. Maar ik zal maar zeggen, dat soort abstracte werken met kleine punten en zo, die maak je toch al veel langer? Ja, ik ben begonnen zo te schilderen. Toen ik begon met schilderen, toen heb ik... naast dat ik veel werk, verschillende thema's had, maak ik ook altijd gewoon doeken kleurvlakjes. Gewoon om kleur te leren te onderzoeken. En hoe kleuren bij elkaar werken en zo. Kun je daarmee zeggen dat dat soort schilderijen een soort onderzoek zijn voor jou? Dat die de functie hebben van onderzoek naar hoe dat je inderdaad met kleur omgaat en met vorm omgaat? Als ik andere mensen moet geloven, wel, want ik hoor vaak van mensen dat ik een goed kleurgevoel had. Maar ja, goed, dat zei vroeger de moeder van mijn vriend ook al. Die zei van, ga je met mijn zoon naar de winkel, want je kunt goede kleurcombinaties bij elkaar vinden. Maar ik doe het voornamelijk omdat ik gewoon geniet van kleur naast kleur. Dus ik ben eigenlijk nooit bezig met, tenminste niet echt bewust van, het zal erin geslopen zijn of het... Het gaat in één moeite door, maar eigenlijk ben ik ben misschien ook wel gaan schilderen, gewoon omdat ik hou van de kleur. Hoe lang, even ook over dit type schilderijen waar we het nu over hebben, hoe lang doe je daar gemiddeld over? Want ik zeg al, dat is heel erg intensief. Van een paar maanden tot een paar jaar. Dus je zet die ook een tijd weg en gaat dan bijvoorbeeld met iets anders aan de gang? Ja, want soms weet ik niet precies hoe ik verder moet. Dus dan wringt er ergens iets en dan kun je het beste wegzetten en van de tijd laten staan. En, ja. Maar soms is het ook zo dat ik dagelijks gewoon aan een schilderij woon. Louis Andries heeft onder andere een schilderij met heel veel wit op. Allemaal, misschien wel een miljoen of nog meer witte streepjes. Maar dat zit over heel veel kleur heen en onder dat wit komt dan dat kleur weer tevoorschijn. En daar heb ik 1 jaar of 3 aan gewerkt. Dat zijn heel veel lagen op elkaar. En daar heb ik een paar jaar aan gewerkt. En elke dag een paar uur. Maar het was zo fijn werk. Dus je kan nog zien hier, ik heb hier een knobbeltje op mijn... Want mijn hand is niet zonder... hoe heet dat? Ik beweeg te veel, dus... Dit kan ik wel even, maar dan kun je niet door blijven gaan. Dus je hebt je vinger nodig op het doek. Dus op de niet natte gedeelte. Hè? Ja, ja.
hou vast. Ja, dus na paren moet je daarmee ophouden. Dus dan heb je paren van die streepjes gezet. Ja, dan moet je iets anders gaan doen. Dus je werkt vaak aan meerdere schilderijen tegelijkertijd? Ja. En die kunnen ook heel verschillend van karakter zijn? Ja, ja, nu leek het er minder op. Want dat hokjeswerk of streepjeswerk, dat lijkt dan aan het schilderij totaal anders als je het ziet. Maar goed, de techniek om het te doen is hetzelfde. Maar vroeger werkte ik, vroeger heb ik over een paar jaar geleden, soms wel 20 of nog meer schilderijen tegelijk. En dan steeds allemaal andere thema's. Heerlijk. Dus dan loop je gewoon van, en dan lig je op de grond, staat op ezels, op tafels. En dan loop je gewoon van het een of je hebt hier wat oranjes gedaan. Ik denk van, oh, dat had ook nog oranje nodig. Dus dat weet je gewoon zonder dat je het ziet. En dan loop je erin en doe je dat. En zo werkt het natuurlijk. Nou maak je abstract en figuratief werk. Dat klinkt misschien als een rare vraag, maar jij weet ook wanneer een schilderij af is? Of wil het wel eens ooit zo zijn dat je denkt dat het af is en dat je er een maand later... Ja. Ik heb al vaak mijn handtekening, of mijn, dat zet ik nooit, mijn initialen gezet erop. En dan ga ik een dag later of een maand of een jaar later, ga ik er toch weer iets aan veranderen. Ja. Komt het zelfs wel voor dat jij een schilderij bij een koper ziet hangen waar je dan een jaar later binnenloopt en denkt, ik zou het nu veranderen? Ja. Ja, maar dat zal ook wel iedere schilder hebben. Ja. Kijk, je blijft in ontwikkeling, hè. Ja. Dus niet dat je niet schilderij hebt gemaakt waarvan je weet van, daar moet ik niet meer aankomen. Maar veel werken, daar zie je van, dat had ik toch net iets anders moeten doen. Is er dan ook nog zoiets als angst, dat je toch weer bang bent van, ik moet er weer aan beginnen? Ja. Ja. Je zou kunnen bedenken, elke keer weer als je aan een nieuw doek begint, moet je jezelf weer, toch op zijn minst voor jezelf, bewijzen. Je bent zo goed als je laatste doek. Ja. Ja, dat klopt. Is dat iets dat jou bezighoudt, dat hele bijna psychologische proces ook eraan? Ik ben niet zo'n... ik weet niet of het navelstaar heet of... maar ik ken er alle aspecten van. Ja. Dus elk nieuw doek is inderdaad een... je weet ook nooit of het lukt. Ja. En meestal lukt het ook niet. Dus als alles nu zou lukken, dan zou je minder moeite hebben om weer aan iets nieuws te beginnen. Maar dat weerhoudt me er niet van om toch elke keer opnieuw te beginnen. Dus. Maar je zegt meestal lukt het niet. Dus meestal lukt het ook niet. Is dat zo? De meerderheid van wat je aflevert? Ik hoop niet. Het zal niet zo heel veel mensen zien. Maar er zijn natuurlijk ontzettend veel schilderijen die zijn niet goed. Ja. En ik vind, maar goed, smaken verschillen. Dus, en ik heb zelf natuurlijk ook schilderijen gemaakt die ik hartstikke goed vind. En die zien mensen dan en mensen willen dat kopen. En dan is dat goed. En als ik dan later zo'n schilderij terugzie, meestal op foto's natuurlijk, dan denk ik van, het lijkt nergens op. Ja? Ja. Dat je echt schrikt ook weer nog, eigenlijk zo? Ja, ja. Ik denk ook dat elke schilder, zelfs die goeie, die maken maar een klein gedeelte van het werk, of dat is heel goed. Ik zei al, je maakt abstracte schilderijen, ook figuratieve schilderijen. Is die figuratie, heeft dat een verhalende functie? Nee. 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 Kijk, als ik een schilder ben met... laatst heeft een stel een groot doek gekocht, van 2,50 of zo. En daar staan dan ook mensen op. Mensen met bloemen, mensen gaan de trap af, mensen zitten op een kerktorenspits, er is water, noem maar op. Maar als ze mij vragen wat het allemaal betekent, dan weet ik dat zelf niet.
Terwijl ik als ik aan het schilderen ben, dan gaat er ontzettend veel door mijn hoofd van wat met dat schilderij of met die personage te maken heeft. Maar dat is zoveel, dus er valt geen insluitend of weet dat een iets uit te destilleren van dat is het of daar hebben ze mee te maken. Maar gewoon met heel veel dingen. Maar is die figuratie dan voor jou louter en alleen aanleiding om tot een compositie te komen? Ja. 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 Want er zit altijd iets van een anekdote in dan. Hè? Het suggereert iets aan de kijker wat je verhalend kunt noemen. Ja, dat is ook zo. En ik zou er natuurlijk ook een hoop over kunnen vertellen, maar dan zou ik net zo hard fantaseren als een vreemdeling die ervoor komt te staan. En dat is ook, voor mij is dat zelf ook het mooiste en het meest stimulerende, want anders leg je jezelf ook vast. Het enige waarbij je ook niet helemaal, maar voor een groot gedeelte vast ligt, is als je een portret van iemand maakt. Het is gewoon een bestaand persoon waar je een portret van moet maken. Dan kun je natuurlijk niet iemand... Nou ja, het kan wel. Alles kan in schilderkunst. Maar goed, ik zal niet iemand die kleine oortjes heeft spokoren geven op een portret. Ja. Ik zou er ook niks meer verdienen als ik dat zou doen natuurlijk. Het onderscheid wat er lijkt te bestaan tussen de abstracte en de figuratieve kunst is eigenlijk voor jou als schilder nauwelijks relevant. Omdat in beide situaties hetzelfde gebeurt. Namelijk kijken hoe dat je een compositie maakt. Ja. En kijk je hoe kleur zich tot elkaar verhoudt. Ja. Maar het gaat meestal, ik werk nogal intuïtief. Ja, wat ik straks al zei, ik zit niet de dingen uit elkaar te rafelen. En heel, ik vind het, eigenlijk vind ik het ook vaak een beetje gelul dat je leest over schilders. Wat critici of daarover over te melden hebben, over dat iemand na lang onderzoek tot een nieuwe bepaalde stijl komt of zo. Ik geloof daar niet zo erg in. Schilderen is iets wat jij moet doen. Ja. Ja.
Ik voel me... Ik kan wel een week natuurlijk en zelfs een paar weken. En ik heb natuurlijk ook wel tijden gehad dat ik langer niet schilderde. Maar door verschillende omstandigheden. Op vakantie zijn, hè. Noem maar op. Maar na een tijd begint het ontzettend te kriebelen, ja. De expositie van Pieter Verdonschot is te bezichtigen in de voormalige showroom van Van der Stad aan de Winselingseweg 16 in Nijmegen. Op alle zondagen in januari van 1 uur tot 5 uur 's middags. Dat was het weer voor vandaag. Deze aflevering van De Muzen werd gemaakt door Mirk Vermeulen en Bas Andrissen. We zijn er weer op 22 januari. We hopen dat u dan weer kijkt.